speelde voetbal. En hij had een keer de belofte gemaakt aan mij. Ik kom je zaterdag na je wedstrijd ophalen. Nou, dan ben je klaar met je wedstrijd. Je hebt goed gespeeld, je hebt gewonnen, je hebt gescoord. Dus je bent super trots, euforisch. En mijn weekend kan niet meer stuk. Ik ga straks naar mijn vader. Die zie ik nooit. En hij heeft gezegd, we gaan leuke dingen doen. En dan kom je 12 uur thuis en hij zou 1 uur komen. Nou, dan is het 1 uur en dan is hij er nog niet. Dan is het 2 uur. Een paar vriendjes zijn aan de deur gekomen. Kom je voetballen? Nee, want ik ga zo naar mijn vader. Zeg je nog blij. Nou, 3 uur ga je op de stoep zitten en wacht je en kijk je links en rechts en hoop je dat hij komt. Is hij er nog steeds niet? 4 uur, nog steeds geen vader. 5 uur, je gaat gewoon thuis met je moeder eten en vraagt, mama, wanneer komt papa? En dan is het 6 uur, 7 uur, 8 uur en geen papa. Je hele dag eigenlijk hebt weggegooid, dat gevoel van euforie, van trots, van dat is verdwenen. Op het moment dat ik vader word, doe ik geen beloftes. Ik ga geen dingen zeggen die ik niet waar kan maken. Ja, ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Ik ben de jongste van 3. Een broer van 9 jaar ouder, zus 6 jaar ouder. En dan ik, Nederlands moeder, Surinaamse vader. En eigenlijk opgegroeid zonder dat mijn vader eigenlijk in beeld was. Toen ik 3 was, is die vertrokken. En in mijn loop der jaren is er af en toe sporadisch contact geweest. Maar ja, dat kan ook gewoon de buurman zijn die je nog beter kent dan je vader. Dus mijn moeder was mijn vader en mijn moeder tegelijk. Ook wel steun en toeverlaat. Dus ja, de band die ik met mijn moeder heb, dat gun ik iedereen. Ja, ik denk dat zij er altijd is geweest voor mij. Dus wanneer ik ziek was, was mijn moeder er. Wanneer het goed ging, was mijn moeder er. Mijn moeder had niet altijd het geld, maar ik kon wel altijd voetballen. Al regende het pijpen stelen en ik zeg, mama, ik wil trainen. Dan stapte ze de fiets op en bracht ze me naar het voetbal. Get up, stand up. Ja, sta op. Altijd een nummer van Bob Marley. Get up, stand up, stand up for your right. Ja, ik denk dat mijn moeder altijd als alleenstaande vrouw heeft moeten vechten. In een achterstandswijk, in een positie dat je in armoede leeft, soms makkelijker weggezet wordt. En dat zij ons dat niet gunde. Dus daarom ons ook al mondig wilde maken van ja, als er iets is waar je het niet mee eens bent of je voelt onrecht, dan mag je daartegen uitspreken. Ik wilde heel graag vader worden. Dus daar was ik super dankbaar voor. En voor mijn gevoel werd ik op dat moment man. Dus ik wist zo, oké, ik ben een jongetje, ik ben een jonge man. Maar nu moet ik opstaan, nu moet ik voor mijn vrouw, voor mijn kind gaan zorgen. Dus toen was het ook wel een beetje van, oh, spannend. En nu? Mijn vrouw was 1920, ik was 2021. Ik wilde op dat moment nog betaald voetbal. Dus je zit ook in een bepaalde wereld en een bepaalde vibe. En je wilt die jongen met status zijn. Je wilt die jongen op straat zijn. Je wilt nog uitgaan. Je wilt nog genieten van het leven. Tegelijkertijd wil je er voor je vrouw zijn en voor je kleine meid zijn. Maar aan de andere kant was je ook nog niet daar. Ik schreeuwde het van de daken, ik word vader, ik ben vader. Maar dat zeggen is veel makkelijker dan daadwerkelijk vader zijn. In het begin is het nog wel onwerkelijk en niet realistisch, want je ziet nog niks, je voelt nog niks. Maar voor mij zijn de mooiste momenten in alle 3 de zwangerschappen eigenlijk geweest dat wanneer je eigenlijk de buik ziet groeien, mijn gevoel groeide eigenlijk mee daarin. Dus dat je wel je hand op de buik kon leggen en kon zien, oh ja, wauw, dit gebeurde, het is er. Ja, mijn vrouw zei, leg je hand dus hier en dan leg ze zelf eerst haar hand en dan ik erop en dan voel je het en dan doe jij dat de eerste keer en ja, je voelt gewoon niks. Dan denk je, ja, hoe kan dat? En dan doet mijn vrouw dit en dan ja, zie je haar trappen, laat maar zeggen. En dan doe jij het en dan denk je, hé, wat is dit nou? Dus daar moet je ook wel voor werken. En dat je dan dat wel doet en je voelt wat en het reageert en het beweegt, dan denk je, ja, dat is wel. Dat is je eerste contactmoment eigenlijk.
Dus ja, dat vond ik wel in die zin super bijzonder. Mijn vrouw heeft die binding vanuit nature, want het groeit in haar. Dus ik moest voor mijn gevoel veel harder werken om datzelfde gevoel te krijgen en te ervaren. Bij de eerste was ik super onzeker om te praten en te zingen. Ziet het er best raar uit als jij tegen de buik gaat praten en gaat zingen, ja. Bij de derde heb ik denk ik hele albums volgezongen voor. Nou ja, ik denk dat ik vrij kalm en relaxed naast haar stond. Dat is denk ik het juiste, ik stond naast haar. Ja, ik heb altijd gezegd, ik wil wel knippen. Dus de navelstreng ook doorgeknipt. Ik heb dat misschien in mijn hoofd geplant. Dat is mijn moment, dat ga ik doen. En daar komt niemand aan. Omdat dat misschien ook weer een soort een moment is van... Ik verlos je, ik laat je vrij. Je kan nu naar mij. Ik ben er voor je. Het moment dat je voor het eerst... Bij mij was het voor het eerst je dochter, laat me zeggen, in je armen hebt en je kijkt. Laat me zeggen, mijn hart is nog nooit zo gevuld met pure liefde. Ja, ik denk de eerste dagen was ik, ja. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Dat was, denk ik, mijn houding. Maar aankleden, super eng, super spannend. In badje doen. Ik kijk wel, geef er maar aan. Ik doe wel met het handdoekje, maar aankleden, nee. Dus daar was ik ook best wel onzeker over. Want ik dacht, ja, ik kan dat niet. Ik heb dat nooit gedaan. En bij de andere twee was het wel iets minder, maar was het toch nog van, ja, ze is zo klein. Ik ben een man, ik ben wild, ik kan dat niet. Dus nou, dat moest wel echt groeien. En dan, wanneer... De eerste zorg vertrok en daarna de oma's eigenlijk weggingen, dat je het met z'n tweeën moet doen. Ja, dat, ik kon ook wel janken eigenlijk van ja, nu moet ik wel, nu kan ik me niet meer verschuilen, nu moet ik wel op gaan staan. En een badje doen vond ik heel moeilijk, dus ik ben eerder gaan douchen, dat vond ik prettiger, kon ik gewoon staan en had ik de controle. En douchen was voor mij dat moment van binding, lichaam tegen lichaam. Ja, ik had er vaak hier dus bij mijn hart. Dus het had voor mij het gevoel van, ik heb controle, ik ben zeker, ik sta sterk en stevig. En ik heb je tegen me aan. Je bent van mij, ik ben van jou en dit is voor altijd. En als ik dan kijk naar hoe lang mijn dochters nu allemaal douchen, dan ben ik ergens misschien ook wel schuldig, want ze staan erg lang onder de douche op dit moment. Je weet nooit of je het goed doet. Maar ik heb wel geleerd om ook die onzekerheden uit te spreken. We waren in Bulgarije, zij wilde heel graag een t-shirt. En dat kon je bij een aantal winkeltjes halen. En de laatste dag, ik zei, papa haalt dat de laatste dag. Dan kunnen we het meteen in je koffer doen. En de avond dat ik het wilde halen, storm, bliksem, regen. En al die tentjes gingen dicht. Dus ik heb heel het dorp afgezocht. In de regen om dat shirtje te halen. Maar alles was dicht. En dat voelde zo zwaar dat ik iets anders voor haar gehaald heb. Ik ging naast haar bed liggen, zitten. Ik zei, papa heeft het niet kunnen halen. Ik heb gehuild. En ik zeg, papa maakt het goed in Nederland. En mijn vrouw zegt, waar maak je je zo druk om? Ik zeg, ik heb het haar beloofd en ik kan het niet waarmaken. En dat vreet aan mij en dat vind ik zo zwaar. En ja, omdat ik dan op mijn vader leek. En ik heb één belofte naar mezelf gedaan. Ik ga niet op mijn vader lijken. Ik ga er zijn en ik zal er altijd zijn. Dus eerste lach, eerste spuitluier, eerste keer rollen, eerste keer kruipen, eerste keer wandelen, eerste keer zwemmen, eerste keer diploma halen, eerste keer veten strikken. Ik probeer zoveel mogelijk bij die momenten te zijn, want dat zijn de herinneringen waarin we en waarop we terug kunnen kijken. En dat heb ik beloofd aan mezelf. En als ik dat beloof, dan ga ik daarvoor. En dan ga ik terug naar mijn moeder. Get up, stand up, stand up for your right. Zij hebben hier recht op. Zij hebben recht op mijn aandacht, mijn liefde, mijn inzet, mijn motivatie, mijn passie. En die rol is super zwaar, want dit moet je elke dag doen. 24/7. Je kan jezelf als vader niet even uitzetten. Je kan een weekendje weggaan, je kan op vakantie gaan, je kan
gaan werken. Maar je bent altijd vader. Dus als ik nu gebeld word en er is iets met mijn dochter, dan sta ik op en dan ga ik. Hoe belangrijk ik dit ook vind, zij heeft mij nodig. Ik vind het geen last, ik vind het een eer, maar je moet het wel dragen. Denk ook al verder, als ik ooit op mijn sterfbed lig, hoop ik dat zij zeggen, papa, je was de beste vader die ik me kon wensen.